Ieder mens heeft een opdracht in zijn leven. En ik denk dat dit de mijne is. En mijn moeder was net als ik een fan van John Kennedy. En die moord op die man, dat vond ze verschrikkelijk. Maar ze had altijd het gevoel, ja, dat gebeurt hem ook nog eens een keer. Dat is natuurlijk overdreven, want daar is Nederland het land helemaal niet naar. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. Dag meneer Nier. Meneer Fortuyn. Nou, dat is me wat, hè, door die politiek. Cameraploegen in huis. Het hoort er allemaal bij tegenwoordig, hè? Ja. Moet veel van jezelf prijsgeven. Jonge interesse. Nou, dat valt wel mee, hoor. Ja? Want mijn privé zit tussen mijn oren. Wat zit daar nog dan, wat we niet weten, tussen die oren? Ja, dat zou ik wel willen weten. Dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar dat heeft te maken met emoties en beweegredenen en... Ja, die geef je niet allemaal prijs. Nee, maar beweegredenen moeten we uiteindelijk wel weten. Iemand die de politiek ingaat, moeten we tenminste weten. Zolang het over politieke vraagstukken gaat, is dat terecht. Maar zo gauw het gaat over of ik u aardig vind of niet... of dat ik van iemand hou, ja, dan is het mijn beslissing of ik dat zeg ja of nee. Ja, maar toch zijn persoonlijke beweegredenen wel heel belangrijk om te weten. Dat soort achtergronden. Kijk, Wim Kok heeft na school en van school altijd tegen de wind in moeten fietsen... En dan begrijp je ook meteen wie die is. Zo'n klein detail, daar kan je iemand heel duidelijk qua beeld aan ophangen. Dat is waar. Ik heb ook tegen de wind in. Want dat in Holland fiets je altijd tegen de wind in. U fietst volgens mij alleen nog maar tegen de wind in. Ja. En toen ik op de middelbare school zat, want ik moest naar een katholieke school. Wij hadden een gymnasium op het dorp, maar ja, dat was protestant, dus dat kon niet. Moesten we ook drie kwartier heen, drie kwartier terug, door weer en wind, met IJssel. Ik weet nog dat ik een keer... heel hard fietsen en iedereen was zo langzaam bezig. Wat is dit dan toch? En vlak bij school had ik in de gaten dat de weg spekglad was. En ja, toen lag ik natuurlijk ook meteen lang uit. Ja. En wat leren we uit dat verhaal? Niks. Gewoon dat ik een Hollands jongetje ben met een goede opvoeding. Ik had een hele lieve, maar harde moeder. Hè. Dus als je griep had, dan zei ze, ga maar naar school, gaat het snelste over.
En als je dan toch thuis bleef, dan werd je in bed gestopt. En dan mocht er ook niemand op bezoek komen, want jij was ziek. Nou, dan was het na een dag ook over. Ja. Die moeder heeft de grote politieke hype, of misschien wel het succes, straks niet meer mogen meemaken. Nee, maar daar ben ik ook heel... Ik, zij heeft me ook heel lang tegengehouden. Zij wilde dat absoluut niet. Ze is ontzettend bang dat met al die publiciteit, en met name ook dat boek over de islam, heeft haar dan in haar gevoel, zeg maar, daarin gelijk gegeven. Ze was ontzettend bang dat mij iets zou gebeuren. En ik was toch wel haar lievelingskind. Dat moet niet zeggen, ze had zes en ze hield van allemaal evenveel. Ja, nee, maar ze hield ook wel een beetje extra van u dus. Ja, ja. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb veel van haar karakter. Dus dat is dan ook logisch dat je het erg goed met elkaar kunt vinden. En wat heeft u van haar karakter? Ook dat een beetje harde. Dus niet liefdeloos, maar wel van niet zeuren. Zoals ze hier in Rotterdam zeggen, niet lullen, maar poetsen. Ja. En dat had zij van, je mocht wel zeuren, maar het mocht 5 minuten duren. En daarna moest je weer aan de slag. Maar er is toch ook geen moeder die voor haar kind een politiek leven wenst? Hè? En helemaal niet zoals u in elkaar zit. De stoten boven en onder de gordel gaan elkaar natuurlijk toch weer in hoog tempo opvolgen. Nou, daar kon ze zich dus toen die aanval van Marcel van Dam op naar. Nou, mijn moeder heeft voor de televisie zo'n beetje de pantoffels op zitten vreten. Ja, vindt u het gek? Nee, maar wat ook heel leuk was, want ik heb een adertje op mijn kop. En als ik driftig in mijn driftkop, dan zwelt... Waar zit het? Dat zit hier, maar nu ben ik niet driftig. Nee. En dan zwelt dan op. En ze zag dat gebeuren en zei tegen mijn vader, straks pakt hij hem, straks pakt hij hem. Ze was dus doodblij dat ik hem niet aan zijn revers over dat hekje heen. Dus als de ader gaat zwellen, kan het ook tot fysieke actie leiden? Vroeger, hè, je bent wat ouder geworden, dus je hebt je leren beheren. Maar toch niet altijd. In mijn relaties heb ik wel gemapt, ja. Ja? Je bent wel een mapper af en toe. Ja, als je het bloed onder mijn nagels weghaalt. Maar dat gebeurt nu heel vaak. Dus ik kan me zo'n moeder zo goed voorstellen. Ik denk, waar begin je aan? Je schrijft columns, je staat mooi aan de zijlijn en nu ga je totaal de kwetsbaarheid in. Ja, maar dit is een opdracht. Ieder mens heeft een opdracht in zijn leven. En ik denk dat dit de mijne is. En mijn moeder was ontzettend ze was net als ik een fan van John Kennedy. En die moord op die man, dat vond ze verschrikkelijk. Maar ze had altijd het gevoel, ja, dat gebeurt hem ook nog eens een keer. Dat is natuurlijk overdreven, want daar is Nederland het land helemaal niet naar. Maar dat was het gevoel. En het is niet voor niks, ze is 1,5 jaar geleden overleden, dat ik me nu vrij voel om het te doen. Ja. Maar op de sterfbed probeerde ze me nog te binden dat ik het niet zou doen. En toen heb ik ontzettend gelachen. Ik zeg, moeder, je gaat straks weg. En dan ben je er nog wel, maar op een andere manier. En dan ben ik de baas. En toen moest ze ontzettend lachen. Had toch maar geluisterd, hè? Ja. Zulke extreme ideeën heb ik helemaal niet. Als je wil zorgen dat de wachtlijsten verdwijnen, is dat een extreem idee? Nee, nou als je wil zorgen dat kinderen fatsoenlijk onderwijs krijgen, want de kwaliteit gaat honderden bolden achteruit, dat is toch een normaal idee, zou ik. Dat men dat in dit land extreem vindt, dat is raar. Goed. Maar met alles wat we weten, denk ik, en dat is misschien wat u zelf nog niet eens bedacht heeft, het is ook een schreeuw om aandacht voor uzelf, volgens mij. Ach, welk mens wil geen aandacht? Maar u roept hard. Nou, misschien is dat zo. Er is op zich niks mis mee. Nee, ik kan er ook niks op antwoorden. Ik denk dat u daar gelijk in hebt. Ik denk als u een heel gelukkig leven bijvoorbeeld hier zou hebben, u heeft vaak genoeg gezegd, ik ben eigenlijk niet echt heel erg gelukkig in hoe mijn leven zich ontwikkeld heeft, dan denk ik dat deze stap nooit aan de orde gekomen was. Er was er iemand naast u geweest, zei, kom op, lekker Italië, ons appartementje. Ja, maar daar schrijft u ook geen boeken. Nee. Ik zeg altijd maar dit, als je creatieve dingen wil doen, dan... Dankjewel. Dan is een zekere mate van ongedurigheid. Ja. En noem het ongeluk. Ja, een zekere mate van ongeluk is bijna nodig. Want anders dan sublimeer je niet. Je moet die gevoelens toch op een of andere manier vormgeven. Ja. Nou, dat doe ik dan in een boek. Of in een mooie column. Of in een hele mooie speech. En daar ben ik. Maar daar krijg je ook heel veel voor terug. Vooral als ik een mooie redenvoering heb gehouden.
de warmte en de aandacht van de mensen, dat is fantastisch. Maar de stap naar de politiek, met alle kwetsbaarheid die daarbij hoort, is een hele grote. Dus ik denk, dat is wat ik stond te beweren. Dat als er een heel gelukkig leven was en een permanente arm om je schouder, had u het misschien niet gedaan. Nee, ik denk niet. Nee. Dus dat heeft wel met elkaar te maken. Nu komt er straks iemand binnen en u denkt, nou, dit is hem. Ja. Dan zijn we toch nog kwijt als minister-president dus. Dat denk ik niet. Want nu niet meer? Nee, ik ben een verantwoordelijke man. Als je A zegt, dan moet je het alfabet afmaken. Wie is letterlijk? Dat is een Indiaanse filosoof. En het is een beeld van Lancelot Samson. Die heeft een vriend van mij. Niet zonder reden zo'n prominente plaats. Ik vind het een prachtig beeld. Ja. Zegt het ook nog meer dan dat het alleen maar prachtig is? Nou, het is een hindoeïst. Je mag het geen godsdienst noemen, maar die levensbeschouwing die zegt me ontzettend veel. Dat is een hele open manier van in de wereld staan. En toch rekening houden met anderen. Dus het is niet ik en de rest kan stikken. Maar een soort harmonie met je omgeving. Maar harmonie is nou niet het eerste woord waar ik aan denk als ik uw ideeën consumeer. Nee, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat ook in mij niet een streven is naar... Want u praat er zo warm over. Ja, harmonie lijkt uiteindelijk dan toch nog het einddoel te zijn. Na alle protest. Nou, ik denk dat dat in elk leven het geval moet zijn. Mijn moeder is in fantastische harmonie gestorven. Daar was ik bij, vond ik heel prettig. We wisten het ook dat ik erbij zou zijn. Hoe sterf je in harmonie? En toen, het was zo prachtig. Ze overleed. En ze zeggen wel eens de hand van de dood. Nou, die was er. Die kwam zo over haar gezicht. En ik zag het gebeuren en ik hield er zo vast. Nou, dan moest de zuster natuurlijk nog even officieel vaststellen dat mijn moeder dood was. Ja. Toen had ze dat gedaan. Dat was een Tsjechische met zo'n Duits accent. En toen zei ze tegen mij, professor, er is een dame gestorven. Nou, dat was echt prachtig. En zo was het ook. Tot aan het laatst toe, zeg maar de omgeving. Een dame. En zo in harmonie. Nou, dat is het einddoel. Ik ben een gevoelige man. Dus als je aardig tegen mij bent, dan heb je al heel wat. Daar kan ik niet tegenop. En er is nog iets wat me opgevallen is. Hè? Als je u op televisie ziet, ik heb u nog nooit horen zeggen, hé, daar zit wel wat in. Het is altijd, ik heb gelijk. U laat zo ongelooflijk weinig ruimte voor anderen. Nou, dat is dan een slechte eigenschap. Ik laat geen ruimte, want anders is mijn standpunt niet duidelijk genoeg. Ik heb gelijk, punt. Nou, het is vaak zo, wat ik net al zei, dat ik me niet erg welkom voel. En ja, dan schiet je toch wat in de verdediging. Maar ik vind het niet goed. Nee, maar wat in de verdediging? Wat in de verdediging vind ik een ander statement, hoor. Nou, oké. Voluit in de verdediging. Ja, en vaak aanvallend, hè? Want dan gaat u automatisch wel aanvallen daarna. Ja, maar dat heeft iets te maken, daarom vind ik het dus ook geen goede eigenschap, met de neiging om de dingen te willen controleren, zelf te willen beheersen. Ja. Nou, dan een van de technieken is natuurlijk de aanval is de beste verdediging. Beetje bevallen, dat eerste debat met de heer Fortuyn? Nou ja, niet als je zegt dat je niemand binnen wil laten en vervolgens zegt dat toch iedereen wel binnenkomt. Dat zeg ik helemaal niet. Dat zei je wel. Zeg niet. Kom. Mag ik even? Zo'n debat met de heer Fortuyn. Elk debat moet je voeren. Dat ziet er ook altijd naar uit. Ja, natuurlijk. Ik heb dat ook een aantal malen gevraagd. Tot dusver nul op de kerst gekregen. En moest je me niet beledigen? Nee, niks kwestie van beledigen. Als ik het niet eens ben met uw standpunt, is dat nog geen belediging. Niet met Anne Frank aankomen. Dat is een belediging, meneer Fortuyn. Als u mensen, als u politici vergelijkt met... Het is goed bevallen zo te horen. Meneer Balken, ik heb er één keer om gevraagd. Ik heb toen nee gekregen. Ik zou het debat dus graag voortzetten. Ik heb een nee gekregen. Volgens nog. Nou, zeg dan nu ja. Maar zeg dan nu ja, dan maken we een afspraak. Heb ik toen ook al gezegd. Meneer Melkert? Dan maken we een afspraak. Bevallen? Het hoort erbij. Nou, dat klinkt niet erg enthousiast, meneer Melkert. Dat belooft nog wat te worden. Ik vind het erg jammer dat meneer Melkert niet wat vrolijker... Er mag wel een beetje humor ook nog zijn. Er zijn nog twee maanden te gaan, maar het is op zich wel bevallen. Ja, ik hoop wel dat meneer Melkert gaat ontdooien de komende weken.
ik zie de wethouder al lachen, die weet het allemaal. Ja, u begint er weer maar, over. Nou, mag die, ik nog een reactie vragen? Nee, maar dit is mijn laatste punt. In Delft laten we die studie... Ja, maar meneer Van der Tak, waarom lacht u? Oké, nou ja, zijn klaar. Kijk, ik vind het wel heel flauw, meneer Van der Tak. Nou, het is toch echt zo... U legt de bal op de stip. U legt de bal op de stip en... nou ja, dit hebben we nooit meegemaakt. U bent dus echt een slecht verliezer, hè? Als u niet eens mijn antwoord wil geven. Ga lekker naar huis koken. Veel beter. Wat ik merk bij jou in het debat, dat is dat op het moment dat jij bekritiseerd wordt op je kwetsbare punten, dat je theater maakt en dat je niet inhoudelijk reageert. En daar zit jouw zwakte. Wat is het ergste wat u ooit in de media over uzelf bent tegengekomen? Nou, de vergelijking met Duitse oorlogsmisdadigers. Ik ben nu in Trouw net weer vergeleken. Ik heb de humor van meneer, het charme van meneer Himmler, de intelligentie van Adolf Hitler. Het Marcel van Dam, die me met Eichmann vergeleken heeft, dat kwetst mij zeer, zeer diep. Wat hij dus deed, dat hij zei dat ik een untermensch was. En toen dacht ik, jongen, dit pik ik van jou niet. Ik was een minderwaardig mens. Een zeer minderwaardig mens. Ja. Een buitengewoon minderwaardig mens. Ja, hoe durf je dat te zeggen over een levend schepsel? Dat mag je nooit zeggen. Die avond noemde Van Dam u de Eichmann van de jaren 90, maar bovendien een buitengewoon minderwaardig mens. Hoe rij je dan naar huis na zo'n televisieoptreden? Oh, nee, ik ben helemaal... ik merk dat ik daar weer... dat vond ik heel erg. Het schoot door mijn hoofd heen. Ik denk, als ik het nu in het Duits vertaal... een minderwaardig mens is ein Untermensch. En dan denk ik, hoe kunt u mij dit zeggen? Ik vond het verschrikkelijk. Maar heeft u daar iets aan willen doen, naderhand? Heeft u dat recht willen zetten? Ik heb hem een brief geschreven. Gezegd van, we kunt zo niet laten... laten we een fatsoenlijk debat met elkaar hebben. Jij bent van de Varen, dat moet je kunnen regelen. Ik heb niet eens een antwoord op de brief gekregen. Nee. Als ik dit nou allemaal optel, hè, wat er over u gezegd wordt... en hoe u er toch heftig op reageert... denk ik, uw moeder had toch gelijk. Niet doen. Dat moet blijken. Misschien heeft ze gelijk, ja. D66 vergelijkt mijn politieke beweging met stinkende vis. En ik ben een borreltafelprater en een islamofoob. Yes, maar dat is een categorie met gelijke men terugbetalen. Absoluut, ja. Af en toe moet je dat doen. Is toch de rancune weer, hè? Absoluut, ik ben Jezus niet. Ja, die keerde de andere wang toe. Nou, dan moet je bij mij niet op rekenen. Reken maar op een skutraket. Ik ben een driftkop. Dat is mijn Achilleshiel. Ja. Als ik driftig word, dan ben ik heel rechtstreeks. Ja. En dan is er niet veel diplomatie. En dan komt de ader, wordt zichtbaar, hè? Ja, ik ben een man die zegt wat hij denkt en doet wat hij zegt. En dat is eigenlijk nooit veranderd. Guido del Mare Luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, è una catena ormai che scioglie il sangue di... Eigenlijk is de taak, naar mijn stellige overtuiging, nu wel verricht. Nee, dat is niet het waar. Het zou nu een daad van grote chic zijn om te zeggen... nou, het is wel goed zo, ik val niemand er meer mee lastig. Nee, als dat
als ik dat als mijn taak zou zien. Dit is een voorbereiding. Het wil niet zeggen, misschien moet iemand anders het doen. Dat zou u nog gelijk in kunnen hebben. Maar die verandering, die moet. Dat geloof ik zonder meer. Ik denk dus van ja, ik ben het begonnen. Ja, maar voor die verandering heeft u bondgenoten van hetzelfde niveau nodig. En die zijn er volgens mij ternauwernood. U heeft gelijk. Kijk, we hebben in een maand tijd een lijst op moeten stellen. Ja, en daar zitten hele goede mensen tussen, maar ook minder goede. U bent altijd helder en eerlijk. Ja. U denkt ook niet, jongens, jezus, wat heb ik een lekker topteam achter me staan. Daar ben ik van overtuigd. Ja, voor een deel wel. Ja, maar voor een deel ook niet. Nee, weet je, als ik zeg maar op die hele lijst, denk ik, nou, zo'n 20 mensen, die vind ik echt goed. Dus ze mogen nooit meer dan 20 zetels worden, begrijp ik? Dat wil ik helemaal niet zeggen, want dan moet u maar eens gaan kijken wat er bij de Partij van de Arbeid dan allemaal op de lijst staat. Dan speel ik de bal even terug. Ja, maar dan speel ik de bal ook weer terug, want in het informele circuit heb ik ook wel eens horen klagen over dat niveau. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Dus voor alle partijen geldt, moet het hebben van een klein team. Dat is gewoon zo. En als u meer tijd had gehad, hadden er betere mensen opgestaan. Dat durf ik niet eens met kracht te zeggen. Omdat een van de grote problemen is dat mensen die met leuke dingen bezig zijn, die hebben er vaak geen zin aan. Nee. Het is een probleem van geld, maar dat is vaak niet het doorslaggevende. Het doorslaggevende is dat ze denken, dat zal ik niet leuk vinden 4 jaar lang. Ja, dan heb je een probleem. Guido per il mare luce e tira forte il vento. Una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Nog even terug naar die moeder, die nog steeds een belangrijke rol speelt. Ik zag beneden ook een prachtige trouwfoto staan. Ik neem aan dat zij dat is. Ja. Die heeft gezegd, hij moet die politiek niet in die pim, want ik ben bang dat hem iets zou gebeuren. Ze krijgt wel deels gelijk, hè? Want ik heb u bij Knevel horen zeggen, als ik geweten had wat mij allemaal boven het hoofd hing, had ik het nooit gedurfd. Dat klopt ook. Maar ze krijgt in zoverre geen gelijk. Ik heb het gedaan. En ik, zij vond dat u het niet had moeten doen. Ja, maar goed, het is mijn leven. Ja, en dat heb ik haar ook duidelijk gemaakt. Ja, maar haar verstand gaat dus wel over haar graf heen nu. Want ze heeft het wel goed gezien. Sinds de laatste keer dat we elkaar gesproken hebben, is er de taart geweest. Ja. Heeft u zich bijzonder aangetrokken, volgens mij? Ja, ik vond het heel naar. Dat is, weet je wat dat raar is? Van, als je dat op televisie als kijker ziet, dan moet je er eigenlijk wel om lachen. Maar als het jezelf gebeurt, het is zo'n daad van agressie. Ik keek ook in zo'n van haat vertrokken gezicht. Iemand die je niet kent. Ik vraag haar nog, wat heb ik u gedaan? Natuurlijk een stomme vraag. Maar zo verbouwereerd was ik dat gebeurde. En daar heb je dagen last van. Dat is echt waar. Ik had nooit gedacht dat het zoveel met je zou doen. En dan refereert u vaak aan de dreigbrieven, waarvan u nooit iets over de inhoud kwijt wil. Maar die zijn er dus blijkbaar wel. Ja. En gelukkig, maar ik ben een optimistisch mens. Van nu die discussie wat gewoner is geworden, merk je toch ook dat dat soort dingen nu afneemt. Thank you.
vond ik zo'n geweldig iemand. Alleen ik wist dat hij vermoord zou worden. Dat stond voor mij zo vast als een huis. Vertelt u me nou. Ja, als ze in Nederland zeggen dat je een racist bent en een fascist, nou, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus ik heb de dag ervoor heb ik nog gezegd, nou, die man wordt vermoord voor de verkiezingen. Je kon erop wachten. Ik heb de avond ervoor nog voorspeld. Nou ja, ze maken hem van kant. Dat is logisch. Dus in Nederland kun je zomaar niet iets zeggen wat je denkt. Ook al denken nog 2 miljoen mensen dat. Heeft wel eens gezegd, als ik straks begraven word en iemand zegt in zijn speech, dit was een aardige man, dan voel ik me gepakt. Zo ver gaat het dus. Als dat het enige zou zijn wat zou worden opgemerkt, dat heeft iets onbestemds, iets nikserigs. Ja, Kok is een aardige man. En aardig is voor u bijna synoniem met nikserig. Ja, als jij ergens voor staat, dan heb je mensen die het daarmee eens zullen zijn, die je omarmen. Maar je hebt ook mensen die zeggen, daar wil ik niets van weten. En dat vind ik heel goed. Wat een raar uitgangspunt, want ik ken geweldig veel aardige mensen die ontzettend betrokken zijn en ook ergens voor staan. Ja, die jij misschien aardig vindt, maar die anderen weer helemaal niet aardig vinden. Nee, om het in het algemeen niet aardig gevonden worden. Om het in de politiek te betrekken. Hè? Man als Den Uyl, daar liep je mee weg. Nu nog. Ja. Of die wordt diep gehaat. Nou, dat kwam omdat die man ergens voor stond. Mensen hebben Pim geestelijk eigendom gemaakt op hun eigen manier. En het materiële heeft daar totaal geen enkele rol in gespeeld. Dus ook die arme man in de straat met weinig centen kon best velen dat Pim dus een groot huis, jackpot en hondjes had. Het ging om het geestelijke gedeelte van datgene wat ze opgepikt hebben. Maar dat is op zich uitzonderlijk. Ja. Want doorgaans wordt het onderscheid niet gemaakt. Wordt het beeld gewoon bepaald door, hij zit zo met haar. Nee, dat ben ik met je. Wat hier ook heel duidelijk is, van meet af aan bent u voor de herenliefde. Dus mijn vraag is, als u minister-president wordt, wie wordt dan de first lady? Nou, ik geef u een eerlijk antwoord, Arie. Arie, uw grote liefde? Ja. Uw grote onbeantwoorde liefde? Ja. Ja. Waarom heeft, ik weet niet wie het is, maar waarom heeft u uw grote liefde toch nooit kunnen krijgen? Ja, omdat u niet aardig genoeg bent misschien? Nou, ja, kijk, dat ligt natuurlijk altijd aan twee, maar ik zit hier nu, dus mijn kant van de zaak is. Ja, ik ben een hele gepassioneerde man. En laat daardoor wat weinig ruimte voor anderen. Ja. En dat geldt in het algemeen. En in een liefdesrelatie misschien nog sterker. En ja, ik wil dat wel afleren. Maar ja, de vos verliest wel zijn haren, maar moeizaam zijn streken. Ja. Waar zitten die streken bij u dan? Nou, ik ben in de omgang wel een soepele man. Maar wat ik al zeg, door mijn manier van doen eis ik veel ruimte. En daar moet je tegen kunnen. Dan moet je dus moet je af kunnen houden. Ja. Maar ja, ik trek nou juist op die mensen die dat niet zo goed kunnen. Die wel ontzettend aardig zijn. Is het erg dat u de grote liefde van uw leven nooit letterlijk binnen handbereik heeft gekregen? Ik heb wel binnen handbereik gehaald. Maar hij is weer uit de hand gelopen, zeg maar. Ja. Ja, dat is erg. Vertel dat vrolijk. Nee, maar dat bedoel ik niet vrolijk. Het is nu 1,5 jaar geleden en hij is geen uur uit mijn gedachten, dus dat is geen vrolijke aangelegenheid. Ja, maar goed, hij heeft ook vaak genoeg gezegd dat hij eenzaam was. Hij heeft er vaak genoeg over zijn grote liefde gehad. Hij heeft ook vaak genoeg over gehad dat hij, als hij s'avonds thuis kwam, toch alleen zit. Dat geeft toch een bepaalde kwetsbaarheid geeft dat aan. Het is een heel kwetsbaar, onzeker man geweest. Hij heeft emotioneel heeft hij zijn pieken en zijn dalen gehad. Hij had dagen dat hij echt, kon hij de hoogste berg bestormen. Ja. En dan had hij een dag, moest hij in zijn bed gaan liggen, want dan zag hij het ook niet helemaal zitten. Dus zo was Pim. Als ze me dus uit de politiek willen hebben, moeten ze dat dus doen. Hè? Dat heb ik ook wel in kleine kringen gezegd. Als die hondjes vermoord worden, dan is het klaar. Ja, zo belangrijk waren die honden voor hem. Ja, maar van alles. Ja, dat is heel belangrijk voor hem. Omdat ze dus aanhankelijk zijn, liefde tonen.
Het zijn geen dominante honden. Dus dat past ook een beetje bij zijn eigen sfeer. Maar het is zeer bazaal dit, hè? Ja, ja. Zeggen, dat is het ook. Ja, daar haal ik al een deel van mijn liefdesbehoefte vandaan. Ja. Dat heb ik ook in die psychoanalyse, daar ben ik 6 jaar in geweest, ook geleerd om daarmee om te gaan. Dat is met de afwijzing. En dat heb ik al heel jong meegemaakt. En wat is nou het tragische van de afwijzing? Vooral als je dat jong meemaakt. Dat je dat probeert te verhinderen. Maar juist doordat je het probeert te verhinderen, lok je het uit. Ik heb er geen zin aan om de emancipatie van vrouwen en homoseksuelen nog eens over te doen. Begrijp jij wie hij was? Eigenlijk niet. Ik begreep wel een beetje wat hij was. Ik begreep het effect niet wat hij op mensen had. Dat mensen echt idolaat van hem waren. En dat hij waarschijnlijk iets verwoordde wat voor zoveel mensen betekenis had. Dat begreep ik niet. Dat wilde ik ook nazoeken. En sowieso wilde ik ook nazoeken wat er in zijn jeugd gebeurd moet zijn. Wat mogelijk aanleiding heeft gegeven door dat zeer uitgesproken gedrag later. Hij had een hele sterke moeder, een hele uitgesproken moeder. En een beetje, een, waarvan hij zelf zegt, we hadden een mooie vader. Hij was een handelsreiziger, met mooie pakken aan, een beetje een ijdeltuit. Een beetje chic. En zijn moeder was een hele stevige vrouw. En hij was de lieveling van zijn moeder. En ze hadden een heel onstuimig huwelijk, die twee. Als ze ruzie hadden, zijn vader en moeder, dan trok zijn moeder hem extra naar zich toe. En als het weer goed was tussen zijn ouders, dan nam ze weer afstand. En dat tijdens een psychoanalyse is dat gebleken, dat die positie ten opzichte van de liefde van zijn ouders, het conflict van zijn ouders, heel erg belangrijk is voor de bepaling. Hij is heel bang voor afwijzen. Hij zoekt zelfs ook partners op waarvan hij onderbewust voelt dat hij afgewezen gaat worden. Dat ze onbereikbaar voor hem zijn. Ja, dat zoekt hij dus uiteindelijk toch op. Dat zoekt hij op. Ja, als paradox. Als paradox zoekt hij hij dat op. En tegelijkertijd is het ook dat je zegt, hij is zo hoog met zijn moeder. Hè. Zijn moeder is het grote voorbeeld. En dat is eigenlijk ook zijn hele politiek. Hij trekt van leer als de vrouwen en de homoseksuelen in het nauw komen. Ja. En dat is vooral een religieuze kwestie is dat. Terwijl toch blijkt later, en dat is een dag voor zijn dood. Dat speel ik ook in het stuk, in een dubbele interview wat hij met Melkert heeft. Voor het Algemeen Dagblad, waar Melkert hem zegt, ja, waar u naar zoekt, dat is de hang en het verlangen naar de sterke man. De sterke man die orde op zaken stelt. En dan zegt Pim Fortuyn, dit pik ik niet. Dit pik ik echt niet. Ben ik een dictator? Ik zou geen sociaal-democraat zijn. Het wonderlijke is ook dat het beschrijft in zijn autobiografie, dat hij het zijn vader kwalijk neemt dat hij vroeger in het huisgezin niet aan het hoofd van de tafel zat. Bij mijn vriendjes zit vader aan het hoofd van de tafel. En bij ons, verdomme, zit moeder. En vader die zit ernaast met zijn hand op de knie. Ja. En dat schrijft hij met zoveel woorden, dat heb ik hem eigenlijk nooit kunnen vergeven. En dan is minister-president worden, dat is natuurlijk de grootste erkenning in zijn ogen die je kon krijgen. Zou hij het een week volgehouden hebben? Nou, misschien. Ja. Nee, het was net zo misgegaan als nu, maar wel met meer elan. Niet ik, maar de woorden van de premier hebben haat en tweedracht gezaaid. Ik beloof een aantal dingen en volstrekt daar, want ik zal dus kijken op wat voor punten ik de verkiezingen win. Nou, een van de dingen is natuurlijk de multiculturele samenleving. Ja, kan je wel zeggen. Nou, en daarop mag men echt van mij op aan die grenscontrole, die wordt hersteld. Er is iets aan de hand in heel West-Europa van mensen zijn die gevestigde politiek zat. Daar ben ik het mee eens, maar om dit af te ronden. U zit tot op heden hoofdzakelijk in de verantwoordingscultuur met uzelf.
He, als je in Rotterdam ook ziet, dat beeld zou ik nooit meer vergeten. Die man zegt, ja, we doen nog niks, want we wachten even op meneer Fortuyn. En u ging toen de kamers indelen vervolgens. Maar die verantwoordingscultuur met uzelf houdt u natuurlijk nooit overeind. Want er komt straks een fractie. Ja. Dat wordt lastig, hoor. Ja, en dan moet ik, als ik in de kamer zit, moet ik daar leiding aan geven. Ja. Maar u zult het nog eens zien, meneer. Maar als ik u was, zou ik er niet optimistisch over zijn. Want u bent volgens mij gaandeweg ook dingen aan het ontdekken waarvan u denkt, het gevecht wordt harder dan ik me had voorgesteld. Absoluut. Ja, maar daar heeft u gelijk in. Ik had dus niet gedacht dat het mij ook zo persoonlijk zou aangrijpen. Maar dat is met al die dingen. Het is voor mij ook allemaal nieuw. Die ervaringen zijn nieuw. En je kunt ze niet vooraf... Je kunt het leven ook niet vooruit leven. Zo simpel is het. Dat schijnt waar te zijn. Ja, dat is zo. Ja. En Maarten, daar staat wel iets tegenover. Want nou zou het veel te negatief worden. Ik vind het ook heel enerverend, hoor. Ook spannend. Ja. Van, het is niet altijd leuk. Het zou flauw zijn om dat te zeggen. Maar never a dull moment. Nee. De afgelopen half jaar. En dat is toch ook leuk. Het kruis heeft een zeer centrale plaats in huis hier. Ja, in Italië. Dat kan toch bijna niet anders. Oh, hier staat die foto. Hier staat die foto die ik net bedoelde. Ja, die is prachtige foto. De trouwfoto van mijn ouders. Ja. Het was in zo'n studio, hè. Daar werd dat opgenomen. En dat was in de jaren 30. Toen waren ze zo arm. Dat mijn moeder heeft een zus, die is een paar jaar ouder. Die was een paar maanden daarvoor getrouwd. En dan hebben ze dus die bruidsjurk weer vermaakt voor haar. En ja. Dat vond, mijn moeder was een trotse vrouw. Dat vond ze dus niet leuk. Heeft u überhaupt enige tijd gehad om de recente dood van uw vader te verwerken? Nou, weinig. Maar mijn vader, weet je, met mijn vader is het heel geleidelijk gegaan. Dat is een proces van 2 jaar geweest. En de kwaliteit van zijn leven was de laatste half jaar. Mijn vader was een spreker. Die kon dus niet meer spreken. Nee. Maar nog wel denken. Dus ja, toen dat... Ja, op een gegeven moment, toen die ging, was het ook een soort opluchting. Laten we eens even kort die punten doornemen. Hè, waarom ik denk, was er maar nooit aan begonnen. We hebben er al een paar gehad. De bedreigingen. Ja, dat is niet leuk. Ja. Maar geen reden om er niet aan te beginnen? Nee, ik zit erin. En, ondanks dat u zei, als ik het geweten had, had ik het niet gedurfd. En dat is waar. Maar ik geloof dat ieder mens heeft een opdracht in het leven. En dit behoort tot mijn opdracht. 2. Ik beloof te veel. Heeft u net al gezegd? Nee, ik heb zoveel moeten beloven om dit te bereiken, maar u zegt ik heb niet te veel beloofd. Nee, ik ga uit van de intelligente kiezers die begrijpen dat dit is geen tweepartijenstelsel, dus mijn programma, dat is wat ik wil. Maar dat als ik met anderen ga regeren, ja, dan moet ik tot een compromis komen. En dan mag de kiezer over een aantal jaren weer zeggen wat ze vinden dat ik ervan gebakken heb. En als ze vinden dat dat te weinig is, moeten ze me vooral straffen. Goed, 3e reden waarom ik denk dat u er nooit aan had moeten beginnen. U heeft te veel momenten van, denk ik toch, relatief groot ongeluk over u heen gekregen. Nou, maar ik moet u zeggen dat ik ook heel veel momenten van voldoening sta er tegenover. En tot nu toe is de balans voor mij het positief. Het valt me mee, eerlijk gezegd. Toch nog? Ja. Ik moet toch helemaal niks van meneer Le Pen hebben. Ik word zo ziek van jullie. Hè? Altijd maar weer in die hoek. Hou er nou eens over op. Een van de redenen waarom we er nooit aan het moeten beginnen is dat u tot in lengte van dagen waarschijnlijk de vergelijking zult moeten laten welgevallen met het Vlaamse blok, met Le Pen en met Haider. Ik zou u laatst weer kwaad worden. Toen iemand zei, hier hebben we de Nederlandse Le Pen. Ja, nou, dit is ook schandelijk. Want wat die man over de Holocaust bijvoorbeeld heeft gezegd, dat een aanstellerij was en zo, nou, dat zou ik dus niet voor mijn rekening willen nemen. Die man zegt ook gewoon dat mensen, dus allochtone mensen die misdrijven plegen of anderszins lastig zijn, dat die Frankrijk uitgezet moeten worden. Ja. Nou, dat zijn allemaal taal, die zullen mij nooit horen zeggen. Nee. Volgende punt is, het imago bij buitenlanders zal nooit meer beter worden dan het nu is. But to attack another culture as a backward culture does sound like the kind of racism. Why? It is a backward culture. It are the facts. From our point of view, won't you have discrimination of women? Is that backward or is that forward? You mean within Islam? Yes, but I ask it to you. What is it? As there is discrimination of women, and there is discrimination of women in our country on a big scale,
in wat is de underclass? In de underclass. Pim Fortuyn's attacks against ethnic minorities and Islamic culture in particular are an entirely new phenomenon in Holland. So the Muslim community, who felt secure and welcome until he came on the scene, are looking at their neighbors in a new light, knowing that over a third of them all voted for him. That success in local Rotterdam elections, making his the largest party, shocked many. We hebben een aantal van die verslagen gezien van de buitenlandse televisie. Die heeft al die journalisten laten komen. Vooral dat Channel 4-stuk. We werden er niet vrolijk van. U ook niet, denk ik. Nee, maar de BBC is geweest en die heeft een heel ander verhaal met mij. Die hebben me echt recht gedaan. Dus ja, ach. Kan nog. En het laatste ding is dat allerlei klinische psychologen hebben zich nu over uw geest gebogen. Ja, dat vind ik dus schandelijk. Ja. Van kijk, dat mag je doen bij een historische figuur die er niet meer is. En dan moet je het doen met de schriftelijke bronnen, met wat je ziet. Ja. Maar ik loop hier rond. En als jij als klinicus, als arts, een oordeel over mij wil hebben, dan zul je met mijzelf moeten praten. En dan mag je dit nooit doen. Het is een aanfluiting voor de medische en psychologische professie dat je dat durft. Want er is een partij conclusies getrokken van heb ik jou daar. Ja, dit is ongeveer geestesziek. Ja. Dit is een narcist, een gestoorde persoonlijkheid enzovoort enzovoort. Nou, het zal. Ja, en een vrouw van de Universiteit van Amsterdam, een klinisch psycholoog, zegt: ik weet voor 100% zeker dat dit avontuur voor Fortuyn eindigt met een zware depressie. Ik heb al jaren geen depressies meer. Sinds ik een psychoanalyse ben geweest, nou, dat was in mijn begin dertiger jaren, heb ik geen depressies meer gehad. Nee. Wel eens stemmingen, maar die heeft iedere mens. Die zal toch niet altijd vrolijk zijn? Dat lijkt me toch heel, heel raar. Kijk, je natuurlijk, als je dit soort dingen doet, moet je natuurlijk wel een beetje gek zijn. Oh, dus dit is jouw kerk hier? Ja. Dit is uw kerk? Ja. Mooi. Ik kom nog even tot bezinning, denk ik, hè? Heel mooi. Dat was vroeger ook allemaal overgeschilderd. En dat hebben ze gerestaureerd. En het is allemaal door iedereen uit het dorp is daarbij gedragen. De kerk betekent nog wel iets in uw leven? Ja, eens katholiek, altijd katholiek. Ja, dat, ja, tot mijn 18e was het heel belangrijk. De opvoeding, middelbare school, paters. Ja. En ondanks wat de paus over homoseksualiteit zegt. Ja, maar dat is het leuke van de katholieke kerk. Als je er maar niet over praat, is het goed. Ja, dan zijn we overal gauw klaar mee. U heeft zo'n forse deuk geslagen. Ja. Hè, in de traditionele manier van politiek bedrijven. Dat ik denk, dat is al een hele grote verdienste. Ja, wees daar tevreden mee. Maar die blijft toch ook staan. Maar ik ben zo bang dat die dreunt dat het alleen maar hele kleine klapjes worden door alles wat we net besproken nee, hebben. Nee, want dat kan voor mij gelden. Maar er is iets veel fundamentelers aan de hand in ons soort samenlevingen. En dat stopt niet met mij. Dat heb ik ook steeds gezegd. Ik zeg, ik ben de boodschapper van iets. En dat mag je me dan aanrekenen in positieve en in negatieve zin. Maar ik ben het niet. Het is een ontwikkeling in ons soort samenlevingen. En daar moet iets mee gebeuren. Of ik het nou doe of een ander. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me. Ik denk niet dat mensen hem vergeten zijn. Ik denk dat het een beetje het begin was van dat mensen toch angst krijgen om zich uit te drukken. Ik vind het jammer dat hij niet in de politiek gekomen is, want ik denk dat hij een grote verandering had kunnen teweegbrengen. Ja, hij heeft de boel een beetje opgeschud. Ik denk dat hij de taal van het volk sprak. En, ik denk dat hij PR-matig onnoemelijk slim is geweest. En ik denk een nieuwe standaard heeft gezet voor politie. Hij was geen racist, is genoeg voor mij. Zeg tegen hem racist, maar dat zei helemaal niet. Nee. Als moslim zijnde vond ik niet echt zo goed wat hij allemaal heeft gezegd hierover. Heel vertekend beeld heeft hij gegeven over de moslims. Ja, zoals je kan zien, niet iedereen is even gelijk. Wat dat betreft vind ik, hij heeft een zware fout gemaakt. Hij heeft ook heel zwaar moeten betalen. Namelijk onterecht vind ik nog steeds. Maar ja, als het al gebeurt, hè. Wat dan? Ken dat bij aan dan, helaas. En hij had wel mooie idealen. Het voor mij niks betekend. Maar hier had hij ook weinig stemmen ook in deze streek. Hij zou het misschien best goed gedaan hebben als premier. Hij dorst dan ook een hele hoop te zeggen.
En ik vind dat er nu zo eromheen gedraaid wordt. Het leek erop dat het een omwenteling zou worden in de politiek. Maar ik denk als je alles op rijtje zet, dat dat gedachtegoed heel ver weg is. Pim Fortuyn, goeie man. Mocht hij Nederlanders, Turken? Mocht hij Turken? Ja? Oké, dat is een goeie man dan. Hij had nooit geleefd in mijn hart. Maar als ze die man doodgemaakt hebben, dat is natuurlijk heel minderwaardig. Ja. Dat hadden ze nooit moeten doen. Hij is nog steeds zo'n onderdeel van je leven. Fysiek is hij er niet meer. Maar er zijn zulke prachtige beelden en uitspraken en uitzendingen geweest. Ik kan hem goed velen op televisie. Ik heb er geen moeite mee. Je kan fysiek dood zijn, maar de persoonlijke kwestie is niet dood. Ja. Dus die blijft gewoon voortleven. Wat betreft die grote liefde. Ik denk dat het komt, dat me dat gaat lukken. Maar misschien wel vlak voordat ik moet vertrekken van dit ondermaanse. Ja, en als dat dan niet gebeurt, is het op dat punt mislukt. Dat is zo, ja. Oké, is genoeg zo. Weggaan? Waar blijf je me nou? Dat is voor het eindje. Hier word ik verlegen van. Maar dat is dan weet ik even niet meer wat ik moet doen. Nee. Ik heb zoveel in mijn leven al gekregen dat ik een verwend kreng zou zijn als ik zou zeggen dat is te kort geweest. Zo is het. En dat bedoel ik niet alleen materieel, maar vooral ook aan liefde, aan aandacht. Het zou een schande zijn als ik zou zeggen dat ik niet tot nu toe een mooi leven heb gehad.